Erik en René Wening hebben zwembad De Brink in Zelhem overgenomen van de NLG-groep. De broers worden in hun exploitatie geraakt door de coronacrisis, maar durven de sprong in het diepe desondanks aan om het bad voor de regio te behouden. De vorige eigenaar gaf aan dat hij eigenlijk wel van het zwembad af wou. Hij heeft geen affiniteit met zwemmen en niet met Zelhem, dus hij wou de boel wel gaan verkopen. Nou, daar schrok ik een beetje van, want ik dacht, nou, zonder zwembad in Zelhem, dat lijkt me niet. En er waren de verschillende mogelijkheden en dat is of het zwembad dicht doen of onder een grote exploitatiemaatschappij vallen. Of de derde mogelijkheid was misschien wel dat ik het zelf kon gaan doen. Dus ja, dan hebben we naar de cijfers gekeken. Nou, ja, dat is mijn kant, want ik werk op een accountskantoor, dus ik heb echt naar de cijfers gekeken. Nou. En uiteindelijk hebben we na meerdere gesprekken de knoop doorgehakt en dat het wel rendabel was. Erik Wening is al ruim 25 jaar actief voor het zwembad, onder meer als badmeester en manager. Hij merkt dat De Brink een aantrekkingskracht tot ver buiten de dorpsgrenzen heeft, wat de broers sterkt in het idee om het bad open te kunnen houden. 25 jaar geleden kwam ik hier en toen hadden we tijdens zwemlesmomenten hadden we niks te doen. Nou, dat is nu niet in vraag. We hebben helaas hebben wij een wachtlijst voor zwemles. We hebben erg veel zwemlessen waar de kinderen uit de hele regio komen. Niet alleen naar Zelhem, maar echt hebben bijna een regionale functie. En dat willen we graag vasthouden en daar wat kan nog uitbreiden. Overleven is voor de broers de komende tijd het belangrijkste. Wat reden is om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden in de accommodatie om het hoofd boven water te houden. Ik denk wel dat we naar de energiebesparende maatregelen kunnen kijken en dat daar nog wel de winst te halen is. Het zijn best grote kachels hier, die kunnen kleiner, met minder energiegebruik. Ja, en zo toch wel wat besparen. Daar moet de winst in zitten. Ondanks de coronacrisis blijft Erik Wening positief over de mogelijkheden van het zwembad. Het is natuurlijk wel een stukje onzekerheid wat er is om een zwembad over te nemen. Zonder subsidie. En dat lukt. Maar nu, de huidige tijd van corona, wordt het nog lastig. Maar op het moment dat wij zwemles kunnen geven, dat is voor ons het belangrijkste. En dan moeten wij in deze anderhalve meter economie moeten wij eens kunnen redden.